Afval is zo'n beetje het symbool voor de sloppenwijk Kibera. Er wonen hier 800.000 inwoners zonder deugdelijke vuilverwerking. Het spul hoopt zich op langs de wegen en is een haard voor besmettelijke ziektes. Ook omdat er menselijke ontlasting tussen zit. Want openbare toiletten, die zijn er nauwelijks. Een lokale organisatie heeft daarom onlangs deze latrines gebouwd die ook nog een extraatje hebben. Uit de opgehoopte ontlasting wordt biogas gestookt. Het spul gaat daarvoor in een ondergrondse tank. Then it mixes up with the natural bacteria, then it decomposes and produces the methane gas. En met het gas wordt gekookt voor de kinderen uit de buurt. En voor hen kan dit wel eens de enige maaltijd van vandaag zijn. En zo te zien hangt aan dit eten geen vies luchtje. There's no any bad taste in the meals. It does not interfere in any manner with the meals at all. Ook de volwassen toiletbezoekers zouden zonder moeite eten van dit puur natuurlijke gas. Deze latrines hebben daarbij ook een einde gemaakt aan de zogeheten flying toilets. Dat bij hoge nood mensen hun behoefte gewoon thuis doen. Het in een papiertje wikkelen en naar buiten smijten. But it can even hit you. Yeah, it can even hit you when you are just relaxing in your outside your house. Maar in andere delen van Kibera vliegen die toilets nog lustig rond. Deze organisatie wil daarom nog meer biolatrines bouwen. En wie dan zijn grote boodschap kon brengen, doet ook nog iets voor de gemeenschap.